Net niet. Nou jongens, dit was het product. Hi, ik ben Rosalie en welkom weer bij een nieuwe video van Action. Ik ga vandaag schoolspullen uitproberen. Tenminste, ik weet nog niet zo goed wat voor schoolspullen ik voor me krijg. Maar ik ga ze wel allemaal unboxen voor jullie en vertellen wat ik het liefst ermee ga doen. Ik heb al eerder video's gemaakt op het kanaal van Action. En je kan me misschien wel kennen van mijn eigen YouTube kanaal Rosalie. Of van mijn Instagram Rosalie. Dat is super makkelijk. Op mijn eigen kanaal maak ik vaak schoolvideo's. En dit jaar ben ik geslaagd voor mijn HAVO-diploma. Dus volgend jaar ga ik beginnen met een nieuwe opleiding. Dus dit is echt een perfecte video voor mij. En laten we maar gewoon beginnen met alles. Ik ben heel erg benieuwd wat ik eigenlijk voor me krijg. Oké. Het eerste wat ik eruit haal zijn 3 etuis. En je hebt natuurlijk gewoon 3 verschillende printjes. 4? 4. Oh, we hebben er 4. Nou, we hebben 4 verschillende etuis. Ik vind deze echt zo schattig. Wat ik het fijnste denk nu hier al gelijk aan vind, is dat ze super klein zijn. En ik ben zelf al zo'n persoon die niet te veel spullen wil meenemen. Dus het formaat vind ik vooral heel erg fijn. Ik pak gelijk denk ik mijn favoriet, maar ik vind bijvoorbeeld die roze ook wel heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie favoriet, maar dit ziet er eigenlijk nu al heel goed uit. Even kijken hoe ze van de binnenkant eruit zien. Dat is gewoon helemaal zwart, echt super handig. En ze geven niet af, dat is wel het allerfijnst. Het is gewoon een soort van plastic die er overheen zit. En nu is de vraag, hoe duur moet dit product zijn geweest? Ik denk zelf iets van 1,39 euro, echt zo'n Action prijs. 1,49, oh ik zit er helemaal dichtbij. Nou kijk, heb ik toch een beetje goed ingeschat. Vind ik ook wel een goede prijs voor zo'n etui. We gaan nu verder met het volgende. Even kijken wat dit is. Oh, dit is best zwaar. Woordenboeken. Hier had ik het nog over in mijn eigen video. Dit is super grappig. Ik had het namelijk in mijn eigen video erover dat bij de boekhandel best wel dure woordenboeken worden verkocht. En bij de Action hebben ze dus echt een hele goede, goedkope woordenboeken die eigenlijk precies hetzelfde zijn. En daarom is dit echt top. Oké, ik heb het woordenboek Engels-Nederlands. Die ziet er dus een paars uit. Nou, dezelfde uitvoering, maar dan in Nederlands-Engels. Dus dan kan je dat gelijk herkennen. Paars is Engels. En hier hebben we het Nederlands woordenboek. Ja, je zou je toch verbazen dat je het toch best wel vaak gebruikt. Bijvoorbeeld bij moeilijke woorden. Of nou, iets van woorden dat je denkt, wat moet ik hiermee? Ja, dit is even lastiger. Maar volgens mij zijn deze 4 euro. 2,69 hoor ik net. Oké, dat is echt zoveel goedkoper. Ik zou deze echt aanraden. Gelijk kopen als je ziet bij de Action, want ze zijn echt snel weg. Volgende product. Ik ben weer heel erg benieuwd wat ze gaan laten zien. Oké. Dit zijn die kleine notitieblokjes. Je hebt deze variant met een blaadje erop. Keep going. En all you need is love. Oké, als ik gelijk het boekje open zie ik dat het lijntjespapier heeft. En dat is wel heel erg handig. Bijvoorbeeld deze is wel heel erg handig voor bijvoorbeeld to-do dingen. Maar omdat deze een beetje een rare vorm hebben, kan je wel minder opschrijven. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Oké, de prijs van het boekje is denk ik iets van 49 cent. Uiteindelijk zijn ze 56 cent. Nou, dat vind ik echt wel meevallen. En zeker ook, er zit best wel veel papier in. Oh, dit vind ik leuk. Oh, ik pas helemaal niet door het gat heen. Oké, wat ik eruit haal zijn van die mapjes. En dit zijn echt, hier zweer ik bij. Sowieso dat ze er heel erg leuker uitzien. Niet alle printjes vind ik het allermooist. Bijvoorbeeld deze zou ik zelf niet uitkiezen. Mijn thema is voor school, dus een beetje basic. Dan is dit echt fantastisch met het holografische. Ik denk zelf dat dit iets van 1,20 is of zo. Oh, dit is 69 cent. Oké, dat vind ik echt zo erg meevallen. Nou, dan zou ik er zeker weten 2 aanschaffen. Altijd handig. Oh, dit stopt. Ik zie hier zilveren en gouden paperclips. Van die, hoe noem je dit, documentenclips. Ik vind het sowieso super leuk dat ze ook in het goud zijn. De grote paperclips gebruik ik meestal niet. Maar die kleintjes, daar kan je zoveel makkelijk gewoon even je papiertje aan vastpinnen. Ik denk ook serieus dat het niet veel geld kost. Volgens mij iets van 30 cent of zo. Oh, deze zijn best wel duur. Voor, nou ja, toch steeds best wel weinig, maar voor mijn gevoel best wel duur. 79 cent uiteindelijk. Maar nog steeds, ik krijg er echt veel voor. Laat staan dit. Kijk hoeveel het is. Oh, kijk. Deze vind ik zelf wat het mooist. Dit zijn volgens mij van die documentenmappen waar je dus echt best veel ruimte hebt waar alle papiers in kunnen. Iets van een grijze zie ik. En een roze met bladeren. Dat is heel erg leuk. Het enige nadeel is, dat hebben ze soms ook wel, dat je hier kan aangeven welk vak het is. Dat hebben ze hier niet. Maar dat kan je bijvoorbeeld wel nog inschrijven omdat het papier is. Nou, hoe duur zou dit zijn? 2,50 zoiets? Ja. Oké, ze zijn 1,99. Dus dat vind ik eigenlijk, ze nog best wel dichterbij. En ik vind ze dat ook wel waard. Oké, volgende. Oh, leuk. Het is van Cosmopolitan. En je kan dus hier je iPad. Ja, ik denk dat het een iPad is. Volgens mij computer past hier niet in. Kijk, je hebt verschillende variantjes. De
is ook heel mooi chic. In mijn eerste en tweede jaar van middelbare school had ik zelf ook een iPad. Toen had ik echt zo'n afgrijzelijke hoes omheen. Als ik dit dan zo zie, dan denk ik echt, oh, waarom was het er toen niet? Ik zou zelf lekker voor dat uitdagende gaan. Deze is een beetje van velvet. Het enige wat hier bijvoorbeeld ook in zit, dat is ook wel heel top. Het is wel dik aan de binnenkant, dus het is beschermd ook gelijk goed. Hier, dit is wat meer een, plastic. Ja, het is wel een soort plastic. En hier ook weer zo'n velvet. En hier heb je weer zo'n wat plastic variant. Ik gok dat deze ongeveer iets van 2,75 zijn. 2,95. Nou, ik zit er toch dichtbij. Oh, dit vind ik heel leuk. Wat ik er net heb uitgehaald zijn mini tape dispensers. En het is dus eigenlijk een soort washi tape. Maar dan in de vorm van een plakband. En ik zie echt al zulke leuke printjes. Maar dit vond ik altijd heel erg leuk om in mijn agenda te doen. Ik denk dat dit 69 cent is, zoiets. 59 hoor ik net, vind ik echt wel een netjese prijs voor dit. En je krijgt er zelfs nog eens 4. Dus je kan eventueel ook nog een beetje mixen en matchen, want zo duur is het niet. Oké, volgende. Oh, dit voelt gelijk heel zwaar. Oh, dit is top. Kijk, van die laptophoesen. Die zijn ook van Cosmopolitan. En ze hebben nu wat ik heb 2 varianten. Een wat roze met wit en grijs. En een wat meer zakelijke variant, zou ik het zeggen. Ik ben heel benieuwd hoe het ook van de binnenkant eruit ziet. Oh, kijk, dit is top. Aan de binnenkant zie je namelijk, ik weet niet of je het goed ziet, maar er zit een rits. En wat ik ook nog zie, er zit ook nog een lang hengsel bij, wat ook heel handig is. Volgens mij aan de voorkant, kijk, top. Dit is wel heel erg handig, ook omdat je bijvoorbeeld dan aan de voorkant je opladen kan doen. En aan de binnenkant iets van SD-kaartjes of bijvoorbeeld je portemonnee als je dit gewoon als schooltas wil gebruiken. Als je snel eventjes alleen je laptop meeneemt. Print, het zou niet helemaal mijn voorkeur zijn. Qua handigheid vind ik het wel heel erg goed. Dus ik denk dat dit ongeveer iets van 5,95 is of zo, omdat het natuurlijk best wel groot is. Oh, dit is 11,95. Dat vind ik, best wel duur voor dit product. Maar ik snap het wel. Ja, dit is heel zwaar. Kijk, we hebben hier allemaal van die collegeblokken. Ik zie echt heel verschillende printjes. Dus vooral deze, gewoon lekker basic, daar hou ik wel van. Waar ik dit meestal voor gebruik zijn samenvattingen. Ik zal bijvoorbeeld even eentje openen. Zo ziet het eruit. En dan heb je gewoon lijntjespapier en er zitten zelf van die tabbladen in. Vind ik heel erg handig. Hoeveel zal dit zijn? 69 cent of zo? 1,69 uiteindelijk. Dus ik zat wel goed dat het niet zo goedkoop was. Als je hier gewoon 4 schriften van kan maken, is dat helemaal goed. Net niet. Nou jongens, dit was het product. Ik gok. Nee, geen idee. Ik ga het even anders doen. Zo. 2. En de laatste, 3. Nou, ik denk wel dat je ziet wat het is. Het is een soort van ladekastje, maar dan echt heel erg leuk. Ik zie hier een paar bloemenprintje. Dit is een soort ombre effect. En mijn persoonlijke favoriet, die zag ik al gelijk. Dat is namelijk een beetje zo'n marmer effect. En het zijn dus eigenlijk van die ladekastjes volgens mij. Hoe leuk is dit bijvoorbeeld als je aan de bovenkant hier dan je pennen doet. Hier onderin kan je bijvoorbeeld nog kleine schriftjes doen. Hier je washi tapejes. Dit is echt super handig voor het organiseren. En hier word ik echt gelukkig van. Ik gok iets van 11, 12 euro. Deze boxen zijn 8,49. Dat vind ik echt meevallen. Ik zei zelf iets van 11 euro. Echt, ja, heel leuk. Oh, dit is echt mijn favoriet. Oké, ik haal er dus nu 2 schriftjes uit. Dit is denk ik wel mijn favoriete product van deze video. Echt zo leuk. Kijk nou, er zit allemaal goud aan de zijkant. Dus dat zijn eigenlijk elk plaatje een beetje goud. En dan heb je gewoon aan de binnenkant gewoon genoeg ruimte. Geen tierenlantijntjes op de pagina's, wat ik zelf heel erg fijn vind. En er zit zelfs nog een pen bij. Je kan hier bijvoorbeeld je agenda van maken. Als je bijvoorbeeld elke keer gewoon de dag ervoor zet. Maar je kan natuurlijk ook gewoon als notitieboekje gebruiken. Vind ik echt fantastisch. En zelfs nog eens zo'n bladwijzer. Echt heel handig. Dus je hebt 2 verschillende varianten heb ik hier. En als we moeten kiezen, denk ik dat ik toch dan voor gewoon de zwarte ga. Welke vinden jullie het leukst? Laat even weten hier in de comments. Ik gok dat dit 1,79 is. Deze boekjes zijn 1,49, dus dan zat ik er best wel erg bij met mijn prijs. Ik vind het ook echt best wel 1,49 waard, dus ik ga deze zeker weer zelf ook halen. Dit waren dan alle spullen die ik heb mogen unboxen. Dit zijn natuurlijk alle spullen die ik eigenlijk helemaal van tevoren nog helemaal niet had gezien. Maar eigenlijk de meeste producten ben ik eigenlijk super tevreden over en zou ik zelf ook heel erg aanschaffen. Binnenkort heb je weer een nieuwe video van mij. Niet over schoolthema, maar meer gewoon een shopblog met homespulletjes en vakantiedingen. Dus ben je daar benieuwd naar? Abonneer alvast op dit kanaal hier beneden. Vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen en dan zie je jullie volgende keer weer. Doei doeg!